Hey, hoe is het? Hey, goed. Ik heb hier een ei. Maak me blij. Sorry. Het is een rubber ei. En waar ging dat ding nou eigenlijk tegenaan? Tegen het dak. Zo, we hebben gelijk weer een goede prik uitgehaald. Heel lang geleden, 9 maanden geleden, dat is een periode waarin een vrouw zwanger kan zijn. Donkap is met dat ei. Niet leuk. Echt niet. Oh. In ieder geval. Waarom trap ik hier toch elke keer weer in? Hoe je dat net ook weer gedaan hebt, dat is echt zo vals. 9 maanden geleden hebben wij een heet mes video gemaakt. 500.000 views. Jullie vonden het geweldig. We gaan voor een deel 2. Ik ben misschien wel een beetje te laat, maar we gaan alsnog voor een deel 2. Dit hebben we vandaag. We hebben een ei. We gaan kijken of we met dit mes, die we trouwens hier zo gaan warm maken met 2 gasbranders. Gaan we kijken of dit mes warm genoeg is, heet genoeg is om een eitje mee te bakken. En om rauw runder gehakt gaar te maken. Een kaars. Een pritstift. We hebben nog klei over van een andere oude video. Oh, dat is wel lekker veel pijn. We hebben een servetten, die gaan sowieso de hands in. Dat kan iedereen voorspellen, maar dat is alsnog gewoon leuk om te doen. En we hebben lekker frituurvet. En geen idee wat dit was, maar ik heb het gewoon meegenomen uit de winkel. Slaat het op. Oké, we gaan eerst het mes uitpakken. Oh, dit is een unboxing. Oh. Het eerste object. Oh, ik vind het altijd zo eng. Steek die ander met nee, de ander aan. Doe nou gewoon. Hey, here we are, bro. Oké, het gehakt ligt klaar. De vlammen gaan hoger. En het mes gaat ertussen. Dit is best een dik mes. Ik vraag mijzelf af of dit mes wel echt rood gaat worden. Maar we gaan het zien. Het moet natuurlijk eerst even warm worden. Don, dat zie jij niet. Hij is knalrood. Kijk, hij wordt al rood, ja. Oh. Oké, hij is rood genoeg, denk ik. Let's go, ready man? Ja. Oh, dat ruikt lekker. Het ruikt naar de barbecue. Dat ruikt echt lekker. Wacht, we snijden een stukje af. Hier, dit gaan we gewoon roosten en dan ga ik opeten. Dit is wel ongeveer gaar. We gaan het een poging wagen. Oké, het moment van de waarheid. Er zit helemaal geen kruiden op. Joh. Het is chemisch niet te hardig. Ik hou er zo van om gewoon heet mes versus nog wat. Luchtbugs versus nog wat. Honkbalknuppel versus nog wat. Ik hou gewoon om dingen te mollen, te slopen. Dingen te doen. We hebben nu wel een koksmes, maar we lijken nog verre van op een kok. Dus wat we gaan doen is onze eigen koksmuts maken. Yeah! Ik heb een koksmes, man, bro. Oké, het volgende voorwerp is het pak klei. Klei is eigenlijk al satisfying om van zichzelf gewoon zo te snijden. Laat staan hoe dit gaat zijn als we het mes verwarmen. Oké, you ready, man? Ja. Huh? Wow, het gaat sisselen. Hoor je dat geluid? Ja. Wat? Oké, nou dat valt eigenlijk ook tegen. Dan gaan we door naar de servetten. Niet doen! Niet inademen. Are you too broken? Maar zo slecht is het. Nou, dan gaan we maar uitpakken, hè. We pakken groots uit. Dit gaat natuurlijk enorm branden, zo'n hele stapel. Man, het komt goed. Of nee, toch niet? Als de cervix nou in een bak doet, til ik die bak gewoon naar buiten en dan laat ik... Je krijgt allemaal rookschil. We gaan het even buiten doen, ja? Wat ga je nou doen? Er gebeurt helemaal niks. Waar is het vuur? Dan pakken we het gewoon aan met groot geschut. Nee joh, doe normaal. Nee, Don. Kijk, het werkt. Het werkt. Hé, man, later. Ik laat het aan jou over. Nee. Wat is het toch ook een verschrikking met die gozer. Nou, ik heb het wel lekker warm nu. Wat? Are you good, bro? Jeetje, het stinkt als een bunzing. Zijn alle problemen weer opgelost, mevrouw? Nee. Oké, doei. Kijk, de perfecte veegmat voor de voeten. Every day I'm shuffling. Oké, let op. Het is een... Wat? Zie dit? Hoor dat geluid? Waarom doet hij nou zoiets? Nou, dan gaan we over op het ei. Want een ei hoort erbij. Kijk, weet je wat ze altijd doen in films? Laten ze zo'n ei hier opvallen zo.
Nou, dat werkt lekker. Oké, nou, we gaan het ei gewoon hierin doen. Are you ready, bro? Are you ready? Oké, het moment van de waarheid. Zo. Kijk. Een gekookt eitje. Eitje, Mina zeg. Nou. Nee. Maar het rolt er gelijk vanaf. Hoe kan dat? Kijk, er gebeurt wel iets. Ja. Maar de vraag is, wat gebeurt er eigenlijk? Ja. Oh, kijk. Nou, het ruikt echt naar een chemisch goedje. Niet doen. Ik ruik er toch alleen aan. Wat? Wat? Schattig. Nou, dan de pritstift is aan de beurt. Hé, joh, mijn tafel, man. Oké, hoe gaan we? Gaan we zo? Of gaan we... Nee, we gaan voor de uitdaging. We gaan zo. En go. Film me. Adem in. Wat? Holy damn. Wat? Oh, de camera viel bijna uit mijn hand. Oh. Hey, het leek net of je een... Nou. Nou, mam, het is denk ik tijd voor het frituurvet. Zal ik even die bak buiten pakken? Ik wist eigenlijk helemaal niet dat frituurvet ook in blokjes beschikbaar was. Totdat we ooit met een luchtbux erop gingen schieten. Zo, kijk. Mooi bakkie. Oké, hij is aardig goed rood zoals je ziet. En we gaan nu door frituurvet. Oh. Oh, zie je dit? Het smaakt... Wow, voelt als boter. En het allerraarste geurtje van vandaag is deze wel. Nou, ik vind het eigenlijk gewoon echt normaal ruiken. Het ruikt naar zee. Gewoon echt naar frituurvet, maar dan heel vers. Er is er één. En dan met de gasbrander aansteken. Dat ken je wel niet. Er is er één, ja, de goede. Goede. Geen idee, stop hem ermee. Nee, oh Don. Nee, nou stoppen. Don, ik zet hem uit hoor. Oké, in ieder geval dames en heren. Idiot. Dit was weer een mega random video. Jullie weten hoe het gaat op mijn kanaal. Vergeet zeker niet te abonneren, want ik zie dat heel veel van jullie wel kijken, maar nog niet geabonneerd zijn. Jullie weten dat het gratis is. Als jullie genoten hebben, weten jullie waar die like-knop zit. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. Dan ga ik het toch echt maar zeggen, tot de volgende video. Klote geintjes, nee.